Shuttery Sint-Josef Oudstein die hebben kort geleden hun marketensters geïnstalleerd. Daarvoor bestaat zelfs een hele speciale boontje. Maar dat niet alleen. Daarbij hebben ze ook nog gedacht aan hun overleden leden. En daar zijn ze aan het graf geweest en daar hebben ze een bloemke gebracht. Schutterij Sint-Josef trok op zondag 11 maart in vol ornaat naar de parochiekerk van Kerensheide. Ter gelegenheid van het patroonsfeest werd daar een eucharistieviering gehouden door pastoor Bronnenberg. Laat ons binnen. Ja.
hier op het altaar is u misschien opgevallen, die linten liggen de nieuwe medailles voor de marketensers van onze schutterij. En bij die gelegenheid van vandaag, van het feest van Sint-Jozef, hun patroonheilige, komen zij ook om te vragen om Gods zegen over deze nieuwe medailles die zij zullen dragen. En bij deze gelegenheid, heb ik dus ook begrepen, zijn er enkele leden van de marketensersvereniging. Je leert iedere dag. In ieder geval, graag geef ik allereerst, voordat we deze medailles gaan zegenen, het woord aan een van de leden van deze vereniging. Zijn van de stichting, marketensers en bezoekenaars. Via de leugenhouders, zoals de vrouwen, marketensers installeren. We komen van het noorden, naar het zuiden, we zitten in het buitenland. We komen overal, zoals de vrouwen. En één groepje hebben we van de marketensers getroffen. En er is altijd op om en rond 19 november de patroonheilige van de marketensers van de stichting. Heer onze God, wil deze medailles zegenen die wij vandaag overreiken als de nieuwe medailles voor deze marketensers. Tijdens die viering werden de marketensers van Schutterij Sint-Jozef officieel geïnstalleerd.